Dat doen wij al jaren. Nog steeds. En we blijven het altijd doen. Roomboter, custardpoeder, melk, eieren. En that's it. Melk is gekookt met de roomboter. Voegen wij de compositie toe. Compositie is de custardpoeder, suiker, eieren en een beetje melk. En nu moeten we wachten tot het kookt. Dan krijg je een binding. En straks dan storten we hem uit op een plaat en die wordt koud. En dan gaat hij echt verstijven. Kijk, hij wordt al dikker. Nu gaan we even doorkoken. Er zijn heel veel bakkers die koken dat niet meer, die halen uit een pakkie en uit een zakkie. Ik vind het niet lekker, ik ben al stront aangewijs wat dat betreft. Ik doe het gewoon lekker zelf. Nou kijk, hij kookt goed, hij borrelt. Mijn bril begint weer te beslaan en dan ga ik stoppen. Dan starten we op een plaat. Zo. Dat is de pudding. Klaar.